Welkom bij de O-show met de O van O, dat kan toch niet waar zijn? En de O heeft nog veel meer betekenissen zoals je jezelf kunt lezen. In deze vierde aflevering van de O-show gaan we het hebben over Willy's zelfgeschreven troonrede. En dan heb ik het natuurlijk over roverkoning Willy. Die troonrede voor 2017 is namelijk gelekt. En het is gedaan door iemand van de Rijksvoorlichtdienst. En het gerucht gaat dat het gaat om deze meneer, Paul van Nunen. En het is natuurlijk wel een beetje bijzonder, want ja, tot nu toe mocht Willy alleen maar de troonrede voorlezen. En in dit jaar, 2017, heeft hij ook de tekst zelf geschreven. En dat wordt natuurlijk heel bijzonder. En die tekst ga ik zo voorlezen, maar de grote vraag is, lukt het hem ook om zijn eigen versie straks voor te lezen op 19 september? We gaan het allemaal meemaken, maar laten we eerst maar eens even naar die tekst kijken. Het begint als volgt. Leden van mijn Staten-Generaal. Ik heb deze troonrede helemaal zelf geschreven en daar ben ik best wel een beetje trots op. Dit is zelfs mijn allereerste opstel, want ook bij het schrijven van mijn afstudiescriptie heb ik destijds hulp gehad. Maar mama en Maxi, deze keer, na deze troonrede vier keer alleen maar te hebben mogen voorlezen, doe ik het dit jaar op mijn manier. Ik ben tenslotte toch de koning, of niet dan? Graag wil ik beginnen met oranje boven. Want zowel onze voetbalvrouwen als onze hockeymannen waren deze zomer de beste van Europa. Zelf had ik het liever andersom gehad, maar ik mag van Maxi geen hockeymeisjes meer pletten. Als sportman in hart en nieren, want ik ben natuurlijk niet zomaar erelid van het Internationaal Olympisch Comité geworden, geniet ik dubbel wanneer mijn familielid wordt gespeeld bij de prijsuitreiking. Verder wil ik jullie, leden van mijn Staten-Generaal, bedanken voor mijn nieuwe vliegtuig. Hij was daar wel een beetje duurder dan vooraf was afgesproken, maar dan heb je ook wat. Dat oude toestel van mijn ma kon echt niet meer. Ze stonden in het buitenland toch al te lachen wanneer ik uitstapte, maar met het museumvliegtuig helemaal. Dat is nu gelukkig verleden tijd. Verder maak ik me ook een beetje zorgen dat het gewone volk doorkrijgt dat het landsbestuur door mijn ministers en mijn staatssecretarissen, die ik mijn SS'ers noem, één groot toneelstuk is. Deze brave mensen hebben op 15 maart weer massaal hun stem uitgebracht en nu, een half jaar later, is er nog altijd geen nieuwe regering. Dat niemand hier ook maar iets van merkt, dat is dus het probleem. Zo krijgen steeds meer mensen door dat het allemaal niets anders is dan één grote poppenkast. Maar dan wel een heel erg dure. En die slapende honden willen we natuurlijk niet wakker maken, want dan krijgen niet alleen ik en mijn familie de rekening gepresenteerd, maar ook jullie, leden van mijn Staten-Generaal. Laten we dus maar snel weer zo'n bordesfoto gaan maken. Want dat wordt dan mijn eerste. Nou, dat was mijn eerste zelfgeschreven troonrede. Best wel goed gelukt, vind je niet? Groetjes, Willy. En dan heeft hij er zelf nog een eigen smiley bij gezet. Is het niet leuk? Nou, vind je dit leuk om naar te kijken? Deze O-shows? Kijk dan voor meer informatie op pateo.nl/O.htm. En vergeet ook niet dit te liken op Facebook. Voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze aflevering.